Kokoscitrusolie voor een gevoede, zachte en heldere huid. Kokosolie is geweldig voor je gezondheid. Daarnaast is het fantastisch als een natuurlijk schoonheidsproduct vanwege de rijkdom aan vitamines en mineralen. Citrus voegt bovendien een frisse aanvulling toe om een voedende kokoscitrusolie te maken. Kokosolie is een verzorgende, balancerende en hydraterende olie die je huid een prachtige zachtheid en glans geeft. In dit artikel stellen we voor om extra vierge kokosolie te combineren met bepaalde etherische oliën uit citrusfruit. Dit zorgt voor nog meer glans in je gezicht. Bovendien voorkomt dit het verschijnen van vlekken. Daarnaast zorgt het ervoor dat vlekjes verwijderd worden van je huid. Kokosolie. Een paar decennia geleden bekritiseerden mensen kokosolie. Men vond dat het een vetsoort van slechte kwaliteit was. Nu weten we echter dat het een superfood is, dat uitermate goed is voor mensen met allerlei verschillende gezondheidsproblemen. Bovendien is het een uitstekend schoonheidsproduct is voor alle huidtypes. Zo voedt extra vierge kokosolie je huid diep. Het voorkomt rimpels en verstevigt je huid, terwijl je de talgproductie in evenwicht houdt. Bovendien maakt het de huid heerlijk zacht. Een voedende olie voor alle huidtypes. Als je een zeer droge huid hebt, kun je kokosolie combineren met amandel of rozenbottelolie. Als jij een van de mensen bent met een vette huid, meng het dan met aloe verragel. Dit mengsel is ook goed voor gevoelige, gemengde en voor acne-gevoelige huid. Bekijk dit artikel littekens door acne op je gezicht. Lees over 5 gezichtsmaskers. Etherische oliën op basis van citrusfruit. Etherische oliën op basis van citrusfruit, zoals citroen, sinaasappel, mandarijn en grapefruit, zijn erg goed voor je. Bovendien hebben ze ook een heerlijk, verfrissend aroma. Etherische oliën op basis van citrusfruit. Verfrissen en revitaliseren je huid. Maken je huid stralend en voorkomen en bestrijden vlekken op je huid. Voorkomen acne en vlekjes en maken deze lichter. Hebben een opwekkend effect dat je humeur verbetert en helpt tegen depressie, angst en stress. Waarschuwing. Je moet echter wel weten dat als je huid wordt blootgesteld aan zonlicht, je geen etherische oliën op basis van citrusfruit mag gebruiken. De reden hiervoor is dat deze oliën lichtgevoelig zijn. Daarom raden we aan om deze kokoscitrusolie 's nachts te gebruiken om de huidregeneratie te verbeteren en vlekken te verwijderen. Je kunt de olie ook gebruiken als je niet in de zon gaat. Nu zullen we je uitleggen hoe je deze voedzame kokoscitrusolie maakt. Ingrediënten: 1 kopje extra vierge kokosolie, 220 g, 20 druppels etherische oliën van 1 of meerdere citrusvruchten, citroen, sinaasappel, mandarijn, grapefruit. Opmerking: je moet een donkergekleurd glazen flesje gebruiken, zodat het mengsel zijn goede eigenschappen behoudt. Wat moet ik doen? Om deze voedzame kokoscitrusolie te maken, doe je de ingrediënten in een flesje en schud je dit totdat het goed gemengd is. Houd er echter rekening mee dat de kokosolie stolt als de temperatuur lager is dan 23 graden.
smelt het in dit geval eerst in bain-marie of door het even in de magnetron op te warmen. Let goed op en laat het niet te heet worden. Voeg vervolgens de etherische oliën toe. Het maakt dan niet meer uit of het stolt, omdat de oliën al worden gecombineerd tot een kokos-citrusolie. Toepassing. Breng deze voedende kokos-citrusolie elke avond voor het slapen gaan aan nadat je je make-up hebt verwijderd en je gezicht hebt gewassen. Vermijd de ogen om te voorkomen dat ze geïrriteerd raken. Smeer deze olie ook niet op snijwanden of andere verwondingen. Je kunt de lotion overal op je lichaam gebruiken waar je een zachtere, glanzende huid wilt. Ook kun je het overal gebruiken waar je vlekken of onvolkomenheden hebt. Met behulp van deze olie kun je deze bestrijden. Je kunt het overdag toepassen als je niet in de zon komt of als je ingesmeerde huid bedekt is met kleding. We raden aan te lezen: hoe maak je een gezichtsreiniger om dode huidcellen te verwijderen? Haarmasker op basis van kokos-citrusolie. Bovendien is deze verzorgende olie ook geweldig voor je haar als je op zoek bent naar een van de volgende eigenschappen: zachter, glanzender haar, minder vet haar en evenwichtige olieproductie. Opmerking: het wordt niet aanbevolen voor zeer droog of gekleurd haar. Toepassing. Breng de kokos-citrusolie op het haar aan voor het slapen gaan, van de uiteinden tot de wortels. Gebruik tijdens het aanbrengen enige druk en masseer de olie in om de circulatie en de opname van de olie te verbeteren. De volgende ochtend was je je haar twee keer om alle olie te verwijderen. Je hoeft daarna geen conditioner te gebruiken.